ik hou van dit gebied. Ik vind het steeds meer eigen is het geworden. Ik ben verdiept in de geschiedenis. En ik vind het nog steeds mooier worden. Ik vind het prachtig. Ik ben Jan van Assem. Ik woon hier sinds 1980. Je hebt hier een hele mooie plaats. Het is natuurlijk, je hebt alles bij elkaar. We hebben hier eigenlijk drie dingen bij elkaar. De duinen, de strand en de polder. Dus het is, ik vind het een prachtig gebied. Ik kan hier een hoop over vertellen. Dit is de Hondsbosche Zeewering waar we op staan. Dat is, geeft een beetje bescherming tegen de zee. Deze dijk is gemaakt voor 1800. Zijn de eerste dijken gemaakt. Voor die tijd had je een kilometer in zee ongeveer. Had je toch ook een duinenrij. Een duinenreep. De polder hier achter deze dijk zitten, zijn de putten. Dat is de hele mooie polder. Eigenlijk was dat vroeger een waddengebied. Net als de Balkzand tegenwoordig. Je zou dat niet zeggen als je hier over de dijk kijkt. Wat een uitzicht en wat een kerk en wat een woningen er allemaal nu staan. Maar voor 1500 was de Zijpen er nog niet. En dan hadden we toch echt een moerasgebiedje daar al. Vooral op Kamperduin hadden ze erg veel zand van die duinen. Ze aten eigenlijk elke dag een boterham met zand. Want overal waait dat tussendoor. Dat wordt hele fijne zand. Dat heb je constant. Je legt erop in bed. Die zandstrook die was eigendom van de graaf Floris. Nou, die hebben ze onteigend, want die wilden niet meewerken. Maar er moest toch een versteviging komen. Die dijk moest komen. Nou, het zand dat konden ze niet zo snel verplaatsen zoals tegenwoordig met vrachtwagens en kranen. Maar dat werd anders gedaan. Dus ze gingen met paarden, de boeren uit de omgeving, paarden en eggen, gingen ze dat zand loswoelen met harde wind. En die harde wind die waaide netjes vanaf dat duin op de nieuwe plaats waar ze allemaal windscheringen hadden neergezet, waar het zand vast bleef staan. En zo krijg je een nieuwe duin. En de duin is afgekleed met een laag klei uit de putten vandaan onder andere. En toen nog met hout bekleed aan de buitenkant uit Noorwegen vandaan. Tegenwoordig, later was dat de basaltblokken uit België vandaan onder andere. Ja, en dan krijg je toch een vaste dijk en zo is dat jaren gebeurd. Nou, die zee, je zou het eigenlijk nu niet zeggen met dit zeetje, maar als je een week harde storm hebt, dus wind van het noordwesten af, dat zou je hier achter komen, dat gaat de Noordzee, komt dat in. Dat moet allemaal tussen het naam van Calais bij Engeland en Frankrijk. Dat gaat natuurlijk niet. Dus met een week dan stijgt die zee tot deze regio, tot het asfalt hier zo. Dat is 5 meter, 6 meter verschil. Nou, als je dan nog springtij erbij krijgt, dat is 2 meter verhoging. En een beetje storm, dan waait het water over de dijk heen. Zo is een voorbeeld, dat is al jaren terug gebeurd hoor, 1921. Daar ligt hier de Prins George, die is hier met een reden neergelegd. Hij moest opgebracht worden in Bremen, in de haven, en dan moest hij gesloopt worden. Ja, dat is gedaan door een kapitein en die hebben hem hier expres laten stranden. En ja, hij is hier dus blijven liggen. Dat was te verwachten en de verzekering betaalde hem netjes uit.